Wij zaten ons daar te vervelen in dat sneakheet klaslokaaltje. Plots komt meneer Pasteur daar binnen gewandeld. Dag mannetjes. Ach, meneer Pasteur. Gaat het hier een beetje vooruit met die herexamens? Maar meneer Pasteur, wij zijn al lang klaar en wij moeten hier blijven wachten en wij vervelen ons hier. Ja, dan zal ik jullie nog eens vertellen uit de Bijbel. Laat ons dan maar vervelen hoor, meneer Pasteur. Niks te doen, hij ging ons vertellen over de schepping van de wereld. Mannetjes, als er iets is dat niet klopt, of dat je niet gelooft, of dat je niet begrijpt, moet je het mij onmiddellijk vragen, ik kan het weten, ik was er zelf bij. Ja, hij wist dat wij lang na hem geboren waren, dat wij dat niet meer konden controleren, hè. De slimmerik. Allee. De schepping van de wereld. In den beginne was er niets. Niks, niemendal, nothing, rien de knotsen, niente, niet, zero, nul. Er was op heel de wereld niets, niks. Meester, dat is niet rechtvaardig. Hij had mij aangevallen. Ik was in staat van wettige zelfbevrediging.